Een meisje die waarneemt wat er op het scherm gebeurt. Maar we kijken eerst naar Phineas Gage. Phineas Gage kreeg de ijzeren staaf die hij daar in zijn hand houdt, dwars door zijn hersenen heen. Hij was dynamiet aan het aanstampen met die staaf. En er ging wat mis. Dynamiet ontplofte en de staaf sloot door zijn hoofd en vloog een paar honderd meter weg. Een groot gedeelte van zijn hersenen was verdwenen. En toch was hij in staat om zelfstandig naar de dokter te gaan. Hij kon nog tegen de dokter zeggen, hier zal je een aardige klus aan hebben. Maar hij bleef wel leven. Natuurlijk blind aan één oog. Maar een heel groot gedeelte van zijn hersenen konden die taken overnemen. Wel was hij helemaal veranderd. Hij kon zijn baan niet meer houden. Werd veel impulsiever. Maar hij overleefde het wel. En dat is best bijzonder. Welkom bij de 4.4 Biocast voor TL over het zenuwstelsel. Je gaat leren de drie onderdelen van het zenuwstelsel te noemen en die in een afbeelding te herkennen. Ook moet je de weg van een prikkel tot een reactie kunnen beschrijven. Je moet de kenmerken kunnen noemen van drie soorten zenuwcellen en die moet je in een afbeelding herkennen. Ook moet je de kenmerken van drie soorten zenuwen noemen en ook in een afbeelding herkennen. En de functie van drie hersendelen noemen en die in een afbeelding herkennen. Hier zie je boven het zenuwstelsel en dat bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg en met z'n tweeën vormen die het centrale zenuwstelsel. De blauwe delen, dat zijn de zenuwen, die horen daar niet bij. Als we kijken naar het ruggenmerg, dan loopt dat door je wervels heen. En hier zie je een zenuwcel. Een zenuwcel heeft een cellichaam met daarin de celkern. Hij heeft uitlopers. En waar die uitlopers andere zenuwcellen raken, kunnen ze een bericht, dus een impuls, doorgeven. En hier zie je een zenuw. En die bestaat uit allemaal verschillende zenuwcellen die daardoor heen lopen. En je hebt drie soorten zenuwcellen. Je hebt gevoelszenuwcellen, die lopen van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel. Je hebt bewegingszenuwcellen, die gaan van het centrale zenuwstelsel naar een spier of een klier. En je hebt en daarmee heb je drie verschillende soorten zenuwen. Je hebt bewegingszenuwen en je hebt gevoelszenuwen. En dan heb je ook nog gemengde zenuwen. Daar is dit een voorbeeld van. Hier zie je die uitlopers zitten van die zenuwcellen. En die komen terecht aan het einde bij een spier of een klier. We gaan even kijken naar de verschillende soorten zenuwcellen. Daar heb je er drie van. En ze hebben, ondanks dat ze er anders uitzien, wel overeenkomsten. Ze hebben een uitloper. Dat kan een lange uitloper zijn bij een gevoelszenuwcel en een bewegingszenuwcel. En misschien een wat kortere bij een schakelzenuwcel. Schakelzenuwcellen vind je alleen in het centrale zenuwstelsel. Dus hersenen en ruggenmerg. De andere twee liggen voor het grootste gedeelte buiten het centrale zenuwstelsel. Ze hebben alle drie een cel. Een cellichaam met een celkern. Alleen ligt die niet allemaal op dezelfde plek. Wanneer er informatie uit de omgeving is, een prikkel, dan komt die aan bij een zintuig. Het zintuig zet die prikkel om in een impuls, dat weet je nog wel. En die impuls wordt vervoerd door een gevoelszenuwcel. Die staat in verbinding met een schakelzenuwcel die de impuls ook weer doorgeeft. En die schakelzenuwcel kan verbonden zijn met een bewegingszenuwcel. En die geeft de impuls door aan een spier of een klier. En dan kan er wat gebeuren. Hier nog een keer. Je ziet links de wervel met erin het ruggenmerg. En rechts uitvergroot. Dus een impuls via een gevoelszenuwcel. Via een schakelzenuwcel. En een bewegingszenuwcel naar de spier. Dan weet je dus dat je te maken hebt met een gemengde zenuw. Want er lopen zowel bewegingszenuwcellen
als gevoelszenuwcellen doorheen. Let op waar de celkernen liggen. Van een bewegingszenuwcel ligt de celkern in het centrale zenuwstelsel en van een gevoelszenuwcel ligt die daarbuiten. We kijken even naar de drie delen waar de hersenen uit bestaan. Uit de grote hersenen, waar al je waarneming terechtkomt, maar waar je ook kunt denken, kunt voelen en spreken. Je kleine hersenen zorgen voor de coördinatie, dus de samenwerking. Wanneer je een been optilt, moet je ook je bovenlichaam van positie veranderen, want anders val je om. En tenslotte de hersenstam, die alle delen verbindt met het ruggenmerg, maar die ook regelt alle dingen waar je niet over hoeft na te denken. Dus hoef je niet na te denken over je op je hart moet slaan. En hier heb je in de grote hersenen verschillende delen. Dit is het gezichtscentrum. En wanneer er een impuls daar aankomt, dan weet je dat je wat ziet. Alleen weet je nog niet wat je ziet. Daarvoor heb je het geheugencentrum nodig om wat je ziet te vergelijken met wat je al eerder hebt gezien. Zo geldt het ook voor het gehoor. Met ook een centrum. Je hoeft niet alle centra uit je hoofd te leren, je moet alleen weten dat ze er zijn. We nemen nog even de hele presentatie door, tot nu toe. En dat is het zenuwstelsel, dat kun je onderverdelen in de zenuwen en het centraal zenuwstelsel. Het centraal zenuwstelsel kun je onderverdelen in ruggenmerg en hersenen. De hersenen kun je weer onderverdelen in grote, kleine hersenen. En de hersenstam. En hier zie je de zenuwcellen van iemand die pas geboren is. Dan zijn er nog niet zoveel. Iemand van 6 jaar zijn er heel veel met heel veel verbindingen tussen die zenuwcellen. Als je 14 bent, zijn er al heel wat verdwenen. Dus je bent al lang niet meer zo slim als dat je was toen je 6 jaar was. Wat doe je nou als je woordjes gaat leren? Als je slim bent, dan begin je op tijd. Als je namelijk 1 keer gaat leren en heel veel tijd besteedt, raak je heel veel van die kennis ook weer heel snel kwijt. Wat je doet, is dat je gaat leren. Dan kom je op een bepaald niveau. Dan vergeet je ook weer een gedeelte daarvan. Maar je herhaalt het de volgende dag en dan vergeet je al minder. Als je het nog een dag herhaalt, vergeet je nog minder. En op dat moment weet je genoeg om je toets te maken. Dus als je lui bent, begin je op. Er zijn ook wel stoffen die niet zo best zijn voor je hersenen. En die, hoe je de wereld waarneemt, veranderen. Dat is natuurlijk alcohol. Maar ook drugs. En er zijn geneesmiddelen die ook je waarneming veranderen en daarmee dus gevaarlijk zijn met het bedienen van machines of zelfs het spelen op straat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 4.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.